Volgens de planning zou in het laatste weekend van oktober de verbreding van de rotonde Wulfhorstbaan-Middellandbaan worden afgerond. De werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de zuidelijke randweg tussen Woerden en de aansluiting op de A12 bij Waarden en Nieuwebrug. Veel werk is inmiddels gereed en de rotonde heeft nu twee rijbanen en een verhoogde afscheiding. Op de Wulfhorstbaan is nog maar één rijbaan beschikbaar, met verkeersopstoppingen als gevolg. Volgens de planning zal de fietsbrug medio december worden opengesteld. De zuidelijke randweg als geheel moet in juni 2018 gereed zijn.